Atec in Eersel maakt scoreborden voor sportwedstrijden. Maar het gaat veel verder dan alleen dat. Voor wat voor sport en voor wat voor evenementen maken jullie borden? Nou, misschien kun je beter de vraag omgekeerd stellen. En kun je zeggen, wat voor sport maken jullie geen borden? Denk aan zwemmen, voetbal, hockey, korfbal, noem ik een aantal outdoor sporten. Maar ook allerlei indoor sporten, basketbal, schaatsen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet noemen. Of daar maken wij borden. De tijdwaarneming zelf, en eigenlijk tussen die twee stations opereren wij, van finishopnemers, met alles wat daartussen zit, aansturing van die borden en aansturing van allerlei LCD-displays door het gebouw heen en ook van de verslaggeversstations. Ja, ja. Dus het gaat verder dan alleen de grote borden die wij als publiek zien eigenlijk? Ja, het gaat verder, veel verder dan alleen de grote borden. Het gaat natuurlijk ook over de verwerking, de combinatie met namen, teams, verschillende wedstrijdvormen die vaak ondersteund moeten worden. Dat moet allemaal verwerkt worden, die data. Dat moeten we met verschillende sensoren opnemen. Ja. Ja? En dit is maar één voorbeeld daarvan. Deze vorm van plaat is ook gebruikt op EK in Berlijn. En daar zijn dus ook allerlei records mee gezwommen met die plaat. Okay. Heel bijzonder aspect aan deze plaat is niet alleen de voorkant, want daarin is hij heel innovatief, maar ook de achterzijde. Bepaalde golven blijven staan in de zwembaden vanwege de verhoogde wanden. Ja. En dat kan je breken en verbeteren, en sterk verbeteren zelfs, door de golfslag te breken in dat zwembad. En deze gaat hier, dat is de uitvoering van een idee om die golven beter te breken. Nu worden de golven beter gebroken. Als die platen helemaal hard zijn, dan worden de golven minder goed gebroken. 1 en 3 is het Saigo met deze typische Japanse swing. De bal op het scorebord en een 3-punten home run. Dit is een wereldkampioenschap honkballen. Dit is de Verenigde Staten tegen Japan. Ja, een van de beelden laat direct zien hoe een honkbal tegen een honkbalscorebord aangeslagen wordt. Dat vonden ze bij de NOS destijds ook erg leuk. Ik heb het meerdere malen op tv in de herhaling mogen zien. En misschien hadden ze wat meer spektakel verwacht. Het bord bleef gewoon doen wat hij deed. Dus het was misschien voor hun enigszins teleurstellend, maar voor ons wel een heel goed teken. Ja, geen vuur en andere... Geen vuur en vlammen, helaas. Nee. Maar dat ontbrak er dan misschien voor hun aan, maar voor ons was het natuurlijk heel prettig.